zeggen dat het geen stijl is. We moeten naar Schiphol toe. We zijn een paar minuten te laat en er zit er een wielklem op. Het is goed dat u er bent. Want dit is zo cliëntonvriendelijk en zo... Er zijn geen woorden voor. Oh, ja, u hoort het. Mag ik betalen alsjeblieft? Kunt u alsjeblieft de wiel bij Schiphol? U kunt niet bij ons betalen, helaas. Ja, dat vind ik het allerergste. Ja, ik geef u het geld en haalt u nog alsjeblieft. Nee, ik moet naar Schiphol toe. Echt waar. Ja. Dan laten we iets beter kunt u wel zeggen waar... Weten. Ja, luister. Er staat een nummer op, dat ik kunt moet, u bellen. Moet. U met creditcard of met pin betalen. Ja, ik betaal Maar u kunt bij ons niet betalen. Nee, contant, dat sowieso niet. Ja, maar waar... Als u contant wilt betalen... Wij moeten naar Schiphol toe, ja. Mevrouw. Hoe kunnen we het snelste weg? Of deze jongeman, die niet zomaar zijn auto liet wegslepen. Ja, en hij stapt in de auto, dus ik denk dat we hem er even uit gaan wippen. Hey. Goedendag, heer. Hey, we gaan u één keer vriendelijk... We gaan u één keer vriendelijk verzoeken om eruit te gaan. Ja. En anders, als u dat niet uit uzelf doet, dan gaan we het vorderen. Ja. En als u het er nog niet doet, dan komt de politie erbij en dan weet ik niet of u vanavond thuis slaapt. Ik ga hem nu wegrijden, hoef je hem niet weg te slepen. Nou, ja, maar de auto gaat nu met ons mee. En dan mag hem ophalen van Daniel Goedkoopstraat. Je hebt 2 seconden, want als ik nu ga ik om assistentie vragen aan de politie. Het is voor ons niet zo makkelijk. Ik ga maar om assistentie vragen. Ik ben 2 minuten even uit. Prima, nu stond het wijs over het gevaar en daarom hebben we hem weg. Ik wil graag politieassistentie. Maar met de politie erbij verlaat hij toch zijn voertuig. Nou ja, even van zijn handrem op. Zit hij al in de computer? Ja, die zit al in de computer. En ik heb net ook opgeroepen om hem weg te slepen, meneer. Mag ik vragen? Kun je er afbellen dan? Als je nu in de auto stapt, dan mag je gewoon wegrijden. Maar u bent netjes. Mag ik even vragen, kunt u wel rijden? Ja, ik heb geen niks op. U staat zo te wiebelen, dus daarom vraag ik het even. Nee. Want dan mag u van mij niet rijden. Nee, ik drink niks. Ik goed hou er niet van. Nou ja, prima, maar nu u staat zo te wiebelen, ik denk ik zal het even vragen. Ik ben 83. Nou, dan ziet u er hartstikke goed uit. Wat ik heel erg leuk vond, was die Turkse man op Scheveningen. Met zijn kinderen. En hij zei dat hij een kaartje had. Ik had geen kaartje gezien. Hij zoekt een heel lang verhaal. Ben ik een beetje in gebrekkig Engels en Duits ben ik verder gegaan. We begrepen elkaar uiteindelijk. En die man was blij. Hij probeerde me wel een beetje schuldgevoel aan te praten met zijn kinderen. Maar dat vond ik heel leuk. I know, I understand you want to change your money, yeah. Okay? Yeah. But what I see, you pay till 12:47, that's what I see, eh? Yeah. You got enough time. It's a no, couple enough, hours. No, I don't have enough time. I have the children, you see, 1, 2, 3, 4. I cannot let it alone here in the car and I go. You see, this is but, a responsibility. But you paid till almost 1 o'clock. Yeah, but you know, it's unfair. When, you know, you take this money... Yeah, but money, you got, it's a couple hours later now. You take the money from the children now. Yeah. You have a, that's not my problem. It's your problem. I'm sorry, but... You will get a bad gewissen. No, I won't. You will get it. Good man. Now, we cannot go to... Yeah. Reclame. De leukste situatie, wielklimmen co. Moeilijk, want er waren veel leuke situaties. Maar ik denk dat een van de mooiste voorbeelden van hoe het vaak op straat gaat... het buitenlandse stel was... In de Van Wouwstraat stond een auto in de Van Wouwstraat met de ramen open. We zijn echt lang aan het zoeken geweest van waar zitten die mensen. Vervolgens hebben we die auto geschreven en meegenomen. En we rijden er een stuk mee en toen kwamen die mensen eraan dat ze er net 1 seconde stonden. De standaard smoes van 1 minuutje. Eerst praten met die mensen. Toen kregen ze in de gaten dat ze de auto niet terug zouden krijgen. Toen ging het van Nederlands opeens het Engels. Toen spraken ze opeens geen Nederlands meer. En op het laatst kwamen ze met verhalen alsof ik de slavernij uitgevonden zou hebben. En Nederland was allemaal slecht en we moesten de auto maar meenemen. En dat is een leuk voorbeeld van hoe mensen op straat zijn. Do you know the address where to get the car? We don't get it anymore. You like it. Take it. Yes, yes. Take it, yeah? It's for Kadocha for you. Because you people have enough, but always you want to be
are suffering because we paid the ticket. Why you do that? This is racism, eh? You think if it's your countryman, you do that to the person, it's not nice, eh? This is nothing. It's for me and you, to help us and to help you. It's not to help only you. Ja, maar u moet gewoon zeggen. Listen, let me tell you. U moet naar mij luisteren. Even we take me to the court. If you don't listen to me, I don't listen to you anymore. I don't give a shit you are. Dan luistert u toch niet. Yes. You do that. So you always get money from people. It's not nice, white people. It's not good. It's not nice. I know. I don't live in the neighborhood. I don't come here party this time anymore. Not fair. For you, you think it's not fair. And we still are begging for you and you couldn't understand nothing because you need money to build your country. I explained to you, I'm not allowed to. You still, we long time ago, you still stealing us. It's not nice. Er waren nog meer mensen boos. Zeker als je je beroep niet meer goed kunt uitoefenen. Want voor het sjouwen met spullen sta je het liefste voor de deur. De regels zeggen dat ik... Dus wij gaan nu weg. Ik ga uw deur sluiten. Ga jij helemaal niet? Ja. Je wordt niet weggereden. Ja, dan. Nee. De bus, die hebben elkaar weggetrokken. Hè? Mijn bus, rij zo weg. Ik zeg koppel hem even af, doen ze niet. Maar toevallig word ik nou gefilmd door de wielklem. Dus ze zullen zien hoe asociaal je behandeld wordt hier als je aan het werk bent. Ah, maar ik zie ik hem toch afkoppelen. Dus hij zegt ik koppel hem pas in de garage af, dan rijdt hij weg. Je ziet dat dit gewoon een koeriersdienst of zo, hè? Ja. Gewoon een pakje inleveren. Ja, maar dat is niet dat de bedoeling ik... dat hij met die auto op het trottoir staat. Je had gewoon kunnen roepen of toeteren, dan had ik gewoon weggekund. Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik vind gewoon dat u er niet voor moet zorgen. Die politiek, dat praatje is van jullie. Die ben ik gewoon godverdomme zat. Nou, als u zo doorgaat blijven steeds... En dan praat ik iets en dan vraag ik iets. Dus, ja, gewoon het. Het feit dat mensen hun werk aan het uitvoeren zijn, betekent dat jullie denken dat het, jullie maar gewoon kunnen schrijven. Oh, als je het er niet mee eens bent, gaan we naar de officier. Ja. Weet je, begrijpelijk. Maar wat ik niet begrijp, is dat het feit dat jullie denken dat een bon heilig is. Nee, joh, dat denk ik helemaal niet. Is erop geënt om te zorgen er dat is er... ruimte genoeg hier, dus ze moeten gewoon niet staan. Dus waarom moet je mensen bekeuren die hun vak aan het uitoefenen zijn? Nee, dat is dus niet zo. Dat is niet zo? Nee, het is gewoon zo dat ze niet willen betalen. Daar komt het gewoon op neer. Van, als we hem in een vak zetten, moeten we parkeergeld betalen. Dus zetten we maar op de stoep, dat is lekker makkelijk. Diep triest zeg. Ja, inderdaad. Op het moment als er hier werkelijk wat aan de hand is, dan zijn ze er niet. Maar ze kunnen wel bonnetjes schrijven. Want het is niet noodzakelijk. Er is hier geen parkeeroverlast. Het slaat helemaal nergens op. Mijn naam is Herbert. Goedemorgen. Een ervaring die mij altijd is bijgebleven, dat is dat wel dat verhaal uit de eerste serie van die taxichauffeur, dat hij ons band had lek geprikt. Daar word je ook heel veel op aangesproken. Ach, niet. Ding opzetten. Niet. Laat je niet zo lullig zitten. Nee, niet zo lullig. Hé, hey, doe eens van hoor. Ja, je moet het ding gewoon afhalen. Je bent je nummer kwijt, dus dan weet je dat. Ja, want toch even, we gooien je taxinummer door, want je weet hoe het werkt. Was hij nou niet van elkaar gekomen? Nee, hij is gewoon te laat, klaar. Dat weten jullie van tevoren. Het is gewoon betaald parkeren, dat weet je van tevoren. Ja, schrijf het kenteken maar op. Wij schrijven je nummer wel op. Wij zijn met z'n allen getrouwd. Is goed, joh. Hey. Ja, goed, ja, jammer, hè? Ja, je zootje. Pardon, wat zei je net? Je moet vragen aan hem wat hij zei. Vroeg wat je net zei. Nee, vraag maar aan hem wat hij zei. We hebben allemaal gehoord. Ja? Mooi zo, met je zootje. Nou, zootje, wat een erg woord. Dat hij ons aanvalt, dat is niet erg. Ja. Dat hebben jullie allemaal niet we gezien, hebben allemaal zeker? Niet gehoord en niet gezien. En van de laatste serie toch wel in de Haarlemmerstraat. Die meneer die iets agressief werd en die een wielklem in mijn hoofd wilde gooien. En die wilde Speranza ook aanrijden. Dat is toch ook wel, dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Denk je wel niet. Weet je, u hoeft er niet tussen te... Hey, doe eens even blijf normaal. Van af, ja. Hey, u blijft van mij af. Dit is geen nut. Dit heeft geen nut op deze manier. Wat? Dit heeft geen nut. U kunt wegrijden, maar dat lijkt me niet verstandig. Dat voor mijn auto blijft daar rekening. Ja, dat is goed. Hey, ben jij even bij je? Je bent niet helemaal wijs, hè? Doe normaal, jongen. Doe normaal. Ik wil met spoedpolitie hier halen. Hey. 29. Hey. Doe normaal, gek.
agressie. Ik ga bellen voor je. Zal ik het lijntje openhouden? Doe normaal, jongen. Ja. Wat een mogel. Jongen, je kent even, alles is bekend. Doe nou normaal. Ja, nu. Alles is bekend van je, hoor. Dus doe nou alsjeblieft. Doe nou rustig, alsjeblieft. Hey. Laten we het even normaal oplossen, hey. Kom op. Laten we het even normaal oplossen. Kom op nou. De reacties waren echt gewoon toch wel positief onze kant op. Want het is echt mensen die zeggen gewoon van, nou ja, gewoon asociaal gedrag gewoon. Dat mensen zo uit hun stekker kunnen gaan. Dus voor een wielklem. Kijk, ik weet wel dat het een groot bedrag is. Maar om dan echt je helemaal te laten gaan, dat kunnen mensen niet met hun pet bij. Het is gewoon echt dat iemand op het moment dat hij met zo'n wielklem zo staat, hebben ze gewoon ook echt de neiging om je dood te willen maken. Kijk, en dat is natuurlijk, ja, een normaal mens die ziet toch wel in dat dus eigenlijk niet normaal is. Veel foutparkeerders vonden de prijs op het betaalkantoor ook niet normaal. Lieren, gaan we aan het betalen? Lieren, ja. Ja, we zien Lieren. Kom. Zo veel? Ja, dat is veel. Dat is aber nicht gesetzlich. Man kann nicht 300, das ist eine Woche Arbeit. Ja, das ist ein normaler Preis hier. Weet je wat ik met dat geld kan doen, man? De ering, man. 20 blikken pap, zo van de mens. 20 blikken pap, hoor. Kan ik pampers kopen, alles? En pampers ook. En op reis gaan. En op reis. Ja. Maar niet op schulden te betalen. Nu niet meer. Oh, we kwamen net van de reisbureau. Ja. Gaat niet door. Dat was dat geld. Je hebt echt een rot beroep. Iedereen is hier natuurlijk boos over. Maar ik betaal gewoon echt hartstikke genoeg. Ja. Ik zet hem op een gast waar ik hem altijd neerzet. Ik krijg er niet mee zonder dat ik er kan.